Dag Denisa, we zijn hier te gast bij Miss Grant vandaag en jij bent een van de finalistes. Kan je je even voorstellen, alstublieft? Ja, dank u wel. Ik ben Denisa Dema. Ik ben afkomstig van Kosovo en ik woon al 13 jaar in België, in Hasselt. Ik ben hier met mijn ouders en ik heb broers en nog 4 zussen. Ja. Ik werk als administratief bediende, dus bij een advocaatkantoor. Daar werk ik ook al 10 jaar, dus ja. Dat is ook al heel lang. Ja, en mijn hobby's zijn dansen, acteren, fitness. Dus ja. Dat is, ja, acteren, dat is al een, dat was al een droom toen ik als kind was. En ik heb ook acteerlessen gevolgd en al. En ik ben er hier opgestapt. Ik vond dat interessant. Ik dacht een nieuw avontuur beginnen. En dit, Miss Grant heeft mij tot idee gebracht om later een goed doel op te starten voor kinderen. Voor arme kinderen. En ouders natuurlijk. Daarvan waar ik kom, zijn veel arme mensen. En daar ben ik opgegroeid. Ik weet hoe dat is en hoe dat voelt. Dus ik wil die mensen helpen. Ja. Nu, je bent van Kosovo gekomen. Ja. Waren je ouders die dan naar hier verhuisd zijn en jij bent dan meegekomen direct? Of hoe is dat gegaan? We zijn samen naar hier gevlucht eigenlijk. Ja. Gevlucht, welke was de situatie dan die je ontvlucht? We hadden daar het heel moeilijk. We hadden ook niet veel. Nee. Dus financieel was dat niet oké. Nee. Dus mijn ouders dachten aan ons voor een mooie toekomst. En dat hebben wij al. Dankzij België die ons goed ontvangt heeft. Nee. Weet je daar nog veel van die tijd in Kosovo? Ik herinner me alles wat ik geleefd heb en wat ik meegemaakt heb, dat weet ik nog allemaal. Hoe oud was je toen je daar wegging? Ik was 15,5. Ah, ja. Ja, dus ik kan me alles goed herinneren. Ja, tuurlijk. En je zag, welke waren je hobby's nu? Ja, ik dans heel graag sinds al ik heel klein was. Ik heb daar in Kosovo mijn eigen dansgroep gehad. Ah, ja. Dus we gingen overal dansen dan met een groep. Acteren, dat was ook al een hobby van mij. Maar ja, daar in Kosovo, ik was nog klein en niemand die mij kon helpen. Ja, het is gewoon. Ik wist niet hoe de eerste stap zetten. En toen kwam ik hier en dan begint je alles opnieuw en je kent niemand, je weet niks. En eindelijk, tot ik dan iemand tegenkwam die acteerlessen gevolgd heeft en dan heb ik dat ook gedaan. Ja. En volg je nog acteerlessen dan? Nu dat ik met Miss Grant bezig ben, niet. Nee. En dans je nog? Ik dans nog thuis. Ik doe geen professionele dans, maar wel zoals hobby. Gewoon. Ja. Waar ik ga het maken, als er muziek is, ik sta op het podium. Je bent niet met een dansgroep of zo? Nee, niet meer. Nee, sinds ik hier ben, niet meer. Wat zijn de dingen die je nu het liefste doet, eigenlijk? Als hobby? Ja. Ik ga regelmatig naar de gym. Dus ik doe graag zo gewichten opheffen. Cardio is niet echt mijn ding. Nee. Maar gewichten opheffen echt wel. Power. Ja, ik moet echt sterk worden. Hè. Dat wel. En dus ook met Miss Grant Belgium. Dat heeft me zo'n positief gevoel gegeven. Dat ik zo heel graag. Ik weet niet. Vroeger dacht ik nooit aan dat ik. Dat ik aan zoiets zou beginnen. Maar ik ben heel, heel blij en dat heeft me een goed gevoel gegeven en ik ga ervoor. Hoe ben je met Miss Grant dan in contact gekomen? De organisator Carolien, die heb ik bij de acteerlessen ontmoet. Ja. En zij heeft dan me gevraagd, ziet je het zitten om zoiets te doen? Ja. Ik was zo eerst aan het twijfelen, is dat iets voor mij? Ja. En toen dacht ik, waarom niet een nieuw avontuur? Wat vind je nu eigenlijk in het algemeen? Hè? Wat vind je nu eigenlijk het meest fun om te doen? Dit wat ik nu doe, de Miss Grant. Ik kom. Liever dan dansen en acteren en liever dan werken.
Dat doe ik ook, maar nu dat ik bezig ben met dit, ga ik echt 100% voor dit. Ja. Ja, dat is fijn. Ja. Waar wil je binnen 5 jaar staan in je leven? Ah, wel, binnen 5 jaar, zoals ik daarjuist zei, ik kwam tot het idee om een goede doel op te starten. En ik wil mensen helpen en ik zie mij met dat bezig. Ja, ja, ja. Je wil mensen helpen, zeg je vooral? Arme mensen, ja. Ja. Heb je al specifieke doelen, dingen waar je mee bezig bent momenteel? Momenteel, behalve dit niet, nee. Maar je weet nooit. Ja, inderdaad. Wat vindt je familie er nu van? Zo? Ze zijn heel trots op mij. Ja. Ik had het eerst voorgesteld aan mijn familie, maar ja, ze zeiden oké, maar ik zag niet veel enthousiast en zo. Nee. Maar nu wel. Ze steunen me en alles. En ze zijn heel trots op mij. Heb je hier in België ook zo'n Kosovaarse gemeenschap, zoals je dat voor andere gemeenschappen soms hebt? Heb je contact met andere Kosovaren? Familie wel, familie wel. Ja. Ik heb nog familie daar, dus met hun heb ik nog wel contact. Ja. En hier in België? Hier, ik heb hier geen familie, maar ik ken wel veel mensen, ja. Oké, goed. Als je nu Miss Grenz zou winnen, wat zou dat voor jou betekenen? Ik zou heel trots op mezelf zijn, ten eerste, omdat ik heb nooit verwacht dat ik aan zoiets zou beginnen, dus... Dat wel. Oké, het was heel fijn om je een beetje beter te leren kennen. Ja, dankjewel. Ik wens je nog heel veel succes. Dankjewel.